Give a little to change a lot. Onder dit motto heeft de jongerenorganisatie Social Army op 26 maart een aantal kinderen een leuke dag bezorgd. President Santokki was speciaal voor deze activiteit uitgenodigd. Het staatshoofd heeft in een gesprek met het bestuur van Social Army de ondersteuning van deze regering aan deze organisatie uitgesproken. Voorzitter Mitchell Matroos is ingenomen hiermee. Iedereen, voorzitter en bestuur van Social Army, ik wilde bijna zeggen soldaten, maar dat is er nog niet. Het is zoveel jongeren daar zo, maar ik hoor net gezegd worden, namelijk dat de president hier is, voor die erkenning van de organisatie. Ja, dat is zeker een feit. We hebben al eerder de organisatie ondersteund, ook met hulp bij de bouw van hun eigen gebouw, maar ook andere vormen van ondersteuning die we geven, omdat we vinden dat deze organisatie bijzonder belangrijk is voor onze samenleving, voor onze jongeren. Met name in deze tijd van crisis, waar soms door de maatregelen die we moeten treffen, de voorzieningen die we moeten treffen, die soms heel hard overkomen, men soms in de war raakt, een beetje hulpeloos wordt, een beetje onzeker wordt. En daar is de jongerenorganisatie om te zorgen dat die onzekerheden opgevangen worden, gekanaliseerd worden, intern in de organisatie, naar de regering toe. En dat we de problemen van de jongeren oplossen. Er is een kids fundy georganiseerd door Social Army in verband met Pasen. Is wel een beetje vroeg, maar de president, we wilden dat samen smelten, want de president zou bij Social Army terugkomen om te praten over de issues en de problemen van de jongeren. Dus wij hebben hem in het Nationaal Dialoog daarvoor uitgenodigd en hij is langs geweest. Dus vandaag hebben we de meeting gehad met de president met betrekking tot de issues en de problemen waarmee Social Army, maar ook de totale de jongeren van Suriname mee zit. En dus die meeting hebben we vandaag gehouden. Nou, als ik terug mag blikken op de meeting, zijn er concrete afspraken gemaakt. Er zijn toezeggingen gedaan en komende week zullen we zaken verder uitwerken en daar kunnen we een breed verslag daarover geven. Het is een heel mooi kinderfeest dat ik hier zie met springkussens en zwembaden. Hoeveelste event is dit van Social Army? Nou, we hebben, we weten niet precies hoeveel. We organiseren elke maand zeker 2 events. En ja, in de 4 jaren die wij nu bestaan, zal het dan in de 50, 60, 40 projecten ongeveer zijn, 50 projecten die we hebben georganiseerd. Social Army organiseert niet alleen kinderfeestjes, maar ook zolang het gaat om sociaal zwakkere jongeren, dan zal Social Army inkomen. We hebben ook vaker projecten georganiseerd naar het binnenland. Bijvoorbeeld een mediatheek oprichten in het binnenland. Bewoners voorzien van voeding, drank, levensmiddelen die alles kwijt waren. En natuurlijk ook huishoudartikelen. Dus overal waar er een beroep gedaan wordt op Social Army, dan komt Social Army in. Allemaal, we gaan die problemen oplossen. Zo, en wie gaat kampioen worden in welk zwemsport? 100 meter. Oké, rugzwemmen. Borstcrawl. Goed zo. Hey, succes. Oké, succes.